Morgs, we zijn terug. Oh jawel. En we zijn op weg om heel veel dingen te doen op het internet. En ik weet dat jullie de vorige keer de Nederlandse scammers hebben gehoord. En ja, ze bieden een dienst aan. Ja, ze bieden iets aan waardoor zij de prijs omhoog kunnen krikken. Is het illegaal wat ze doen? Ik denk het wel. Komen ze ermee weg omdat ze een beetje op de lijnen wandelen, op de grenzen van de regels? Dat denk ik ook. Maar ik laat ze niet met rust. Maar vandaag gaan we eerst kijken naar wat virussen op het USB-stickje die ik heb gevonden. En daarna gaan we weer op zoek naar scammers die ons proberen te nakken. Maar nu, sit back and relax, want het is weer tijd voor de donkere kant van internet. Ben je klaar? Let's move. Oké, morgens. Deze opnames duren soms zo lang dat die in 2 dagen geknipt moet worden. Dus vandaar dat ik nu weer even een andere trui aan heb. Maar hier beginnen we mee met het USB-stickje of Doom. Hierop staan heel wat vervelende dingen voor je PC. Dus als ik jou deze zou verkopen of deze zou geven, dan is de kans groot dat jij je PC keihard aan het verpesten bent. Maar ik ben uiteraard degene die dat soort dingen gaat testen voor jullie. Dus laten we hem erin knallen en even weer kijken, weet je. Want we zijn wel alleen maar bezig met scambaiting en dat soort shit. Maar daar waar de serie is begonnen is natuurlijk met deze dingen. Dus ik ben heel benieuwd of wij vandaag weer dit werkend kunnen krijgen. Let's see. Malware, database, master, underwear, jokes, underwear. What the fuck is underwear eigenlijk? Enderwear, Endermensch at Deskbottom. Ik heb geen idee waar de fuck dit voor staat. Evascape, oké, boys. Misschien als een van jullie weet wat de fuck Enderwear is, dan kan je het maar laten weten. Maar we gaan nu kijken naar Evascape. Hi, how are you? What the fuck? Ik denk dat dit een soort van representatie is van hoe ik me nu zou moeten voelen. Dat is namelijk als een kat in een jar die vastzit. En de deksel zit erop en ik kan er niet meer uit. En dat is precies... Ik denk wat ze doen is dit soort shit fixen in een bepaald plaatje. En dan daarmee dat je dan weet van... Ah ja, fuck, ik zit vast. Ik start hem weer even opnieuw op. Hopelijk kan dat wel. Underwear is gewoon om vrienden mee te kutten en zo, denk ik. Of collega's of wie dan ook. Het is eigenlijk niet eens leuk. Het is eigenlijk niet eens leuk. Je weet toch wel dat je zo terugkomt naar je computer en iemand heeft weer een of andere klotezooi op je PC aangezet. Oké, we gaan verder met underwear. Ik ben benieuwd wat er nog meer tussen zit. Koteka 2. Ik heb geen idee wat 1 is, maar Koteka 2, jongens. Oh, shit. Koteka 2 moet het zijn. We gaan hem weer even uitpakken. Koteka 2 klinkt wel als iets lijps. Endermensch at Koteka 2. What the fuck is dat voor pictogram? Large icons. Het is weer een kat. Het is weer een kat. Oké, ik verwacht weer een kat in een pot en dat ik mijn PC weer niet kan gooien. Laat me raden. Koteka found out you are a faggot. Now, if you want to keep your secret, close the app. Reset the timer. Nothing is impossible. En ik heb een kat. Ah, nice. Ik ben een faggot blijkbaar, chat. Reset the timer. The code goes here. You can reset the timer only one time. The code goes here. No. No. Ja, wat is mijn code dan? Why are you trying to guess the code? Now you have only 2 tries left. Ik denk dat de code 1, 2, 3, 4 is. 1, 2, 3, 4. Why are you trying to guess the code? You have only 1 try left. Oké, misschien 0000. Great job. Now you've successfully lost your ability, reset the time. Be more clever next time. Oké, en nu dan? Wat gebeurt er na 4 minuten? Krijg ik een enorme dik in mijn gezicht of zo hier? We gaan het gewoon zien na 4 minuten. Nog 3 minuutjes ongeveer. 2 minuten en 45 seconden. Nou, let's wait, motherfuckers. Nou jongens, nog een minuut voordat we erachter komen dat we een faggot zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Mark my words, er gaat niks gebeuren. Dit ding gaat zich afsluiten. Of ik kan hem wegklikken. En nothing gonna happen. Want dan hebben ze gewoon onze tijd verspild. Maar daar gaan we dan. 20 seconden nog. 5, 4,
3, 2, 1. Game over. Oké. That's it. Deze fucking kat die blijft nu heen en weer gaan als een oud DVD-logo waarvan je elke keer dacht beter raakt hij het hoekje. Ja, best wel lekker eigenlijk dit. Ja, ik vind het best... Oh, wacht, ik kan mijn PC zeker niet... Jawel. Oh, ik kan het wel gebruiken hoor. Wacht, kan ik het gewoon niet afsluiten? Even kijken. Koteka 32-bit en task. And it's gone! Oh, het is nooit zo makkelijk geweest om een virus, om iets weg te halen op je computer. Get the fuck out, Koteka. Get the fuck out. Maar morgens, uiteraard. Kijk, naast alle virussen is het natuurlijk ook weer tijd om wat scammers te bellen. Ik bedoel, dit zijn de klootzakjes van de wereld. De mensen die de normale mens, de hardwerkende mensen willen oplichten om zo dus meer munten te krijgen. Maar ik laat die shit niet gebeuren. Nee. Vandaag ga ik weer zo'n generator aangooien. Ga ik weer kijken welke meldingen ik krijg. En misschien hebben wij alweer de fucking jackpot. Zijn jullie er klaar voor? Ik in ieder geval wel. Let's move out. Find some scammers. This is not real. Bla 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 bla. Nou, dan gaan we weer terug hierheen. Deze kunnen we afsluiten. Zeggen we hier. Allow once. En dan kunnen we gaan naar... Allemaal linkjes. Allow all pop-ups. Maar ik ben bang dat als ik dat doe, dat ik opgefokt raak. Maar we don't know. Oké, daar gaan ze. Even kijken wat we hier allemaal hebben, man. Certificate error. Deze doet het niet. Webthread blocked. Bitdefender has blocked this page. Understand the shit. Take me there. Clicks.torimi.com. Die werkt ook helaas niet. Wat is dit? Google.com. Nou, jullie zien het. Google, jongens. Als jullie nog artikeldingetjes willen opzoeken. Google.com. Dat is echt betrouwbaar. Serieus. We gooien hem even nog een keer tegenaan. Want deze was eigenlijk niet zo nice. Even kijken. Always allow once. Allow all pop-ups. Ik denk dat ik moet wachten. Ik moet die shit niet uitzetten. Gewoon wachten. Let him go. Kijk hem gaan. Alsjeblieft, kijk hem gaan. Dit is heerlijk. En dan gaat er één van deze websites gaat heel vervelend zijn. Gmail.com, dit, dat. Oké, man, dat waren ze. Oké, laat ik eerst even in ieder geval die pop-up generator afsluiten. Want vorige keer liet ik die aanstaan. This site is not secure. Go to your start page. Go to the webpage. Not recommended. Boom, let's go. Morgen, zoals jullie horen. Laat me even mijn geluid zachter zetten. Maar we got one, motherfuckers. Het zijn weer Nederlanders. Look at him. Bel de technische ondersteuning. Wacht, ik doe even mijn webcam even uit. Internetbeveiligingswaarschuwing. Bel Windows technische ondersteuning met een nummer. De volgende gegevens worden aangetast als u doorgaat. Wachtwoorden, browsergegevens, geschiedenis, creditcardgegevens, lokale harde schijfbestanden. Het is tijd om ze te bellen, morgens. Het is tijd. Ja, we zitten weer hier. We are still here, man. We zijn hier, morgens. We zijn hier. Ben je er klaar voor? Let's move out. Windows Security Company met... Waar kan ik u mee helpen? Ja, hallo! Hallo? Hallo? Hoe kan ik u helpen? Ja, hallo, ik had een melding op mijn computer gekregen. Ik heb een computer internet veilige waarschuwing. Hallo? Meneer? Ik begreep u niet, meneer. Hoort u mij? Ik hoor u niet. Hallo meneer. Ik heb hulp nodig met mijn computer. Hallo. Waarom praat hij niet terug? Ik denk ik doe even een opa na, maar... Hij praat niet terug. Hij zegt dat hij me niet hoort. Hij lult. Ik fucking geloof hem echt niet. Nee. Wacht even. Ze nemen niet meer op. Hebben ze mijn nummer misschien? Ik ben trouwens aan het regelen dat ik niet met mijn eigen telefoon hoef te bellen. Maar ik heb mijn eigen nummer en alles verborgen, chat. Morgens, dus don't you worry. Maar ik moet dat wel regelen. Ik ben ermee bezig. Als jullie nog een aantal tips hebben met bepaalde internet motherfuckers waar ik mee kan bellen, then it's alright. Dit gesprek kan worden opgenomen om de kwaliteit van... Shut the fuck up, bitch. Ze nemen niet meer op, morgens. Dit is fucked up, gewoon. Echt, serieus. Fucking hell. Oké.
Ik ga nog eentje proberen te zoeken. Oké, Modos, we hebben een nieuwe melding van deze teringlaaiers en we gaan ze weer bellen. Let's go. Dit nummer is niet in gebruik. Kut! Herzlich willkommen bei SafeCare PC. Fucking honden. Goedemiddag, je spreekt met Isaac. Waarmee kan ik je helpen? Ja, hallo, je spreekt met Peter. Ik heb... mijn computer is besmet. Want wat voor een melding krijgt u, meneer? Is het de eerste keer dat u deze melding krijgt? Of krijgt u een soort foutcode? Wat voor een melding krijgt u? Kan ik daar meer informatie over krijgen? Ja, wees voorzichtig. Uw computer is besmet. Sorry hoor, ik sluit uw computer niet af. Registratiesleutel is geblokkeerd. Dat soort dingen. Oké, meneer, mag ik eerst uw naam alsjeblieft, zodat ik u kan aanspreken? Peter. Meneer Peter, is het de eerste keer dat u deze melding krijgt of heeft u eerder zo'n melding gekregen? Ja, gisteren kreeg ik hem ook al, maar toen ging hij vanzelf weer weg. Maar nu, ik krijg hem niet meer weg, joh. Oké, prima. Dan gaan we het proberen om het samen na te kijken. Ik wil wel even zeggen dat ik heb niet zoveel verstand van die computers, dus een beetje langzaam alsjeblieft. Oké, we gaan ons best doen om om het probleem op te lossen. Meneer Peter, u ziet op uw toetsenbord links onderaan. Welke knopje ziet u links onderaan op uw toetsenbord? Links onder zie ik CTRL. CTRL. Oké, perfect. En wat ziet u daarnaast, rechts ernaast? Daar zie ik FN. Oké, en daarnaast, als het goed is, dient u een Windows logo te zien. Dat lijkt op een vlagje, op een raampje. Ziet u het? Een raam? Oh ja, wacht, ik zie hem. Ja, met vier kleurtjes. Meneer, helemaal links beneden op uw toetsenbord... ziet u control, toch? Klopt dat? CTRL? Ja, klopt. Kom, moet ik zeggen? Ik druk daarop dan. Nee. U dient daar niet op te gaan klikken. Welke knopje zit u naast CTRL? Zie ik FN van Ferdinand Nico. Nico. Oké, en wat ziet u daarnaast? Daar zie ik een knop met vier kleine vlakjes. Inderdaad. Perfect, meneer Peter. Dat is het. Oké, toppie. Oké, u ziet op uw scherm ziet u staan uitvoeren. Geef de naam van een programma, map, document of internetadres op. Wat u opgeeft wordt vervolgens in Windows geopend. Klopt dat wat u ook ziet? Ja, klopt wel, maar staat in Engels. WW. Ja. Punt. Waar is die punt? Uh-huh. Oh, daar. Ja, wacht, ik zie hem al. Naast de vraagtekens, of niet? Ja. Dat is het toetsenbord. Een puntje, dus www. Punt. Ja. Na de punt komt er nog één keer de W van Willem, dus één keer. Ja. En daarna de I van Isaac. Van Isaac. Ja, wacht, ja. En daarna de N van Nico. Ja, wacht even, joh. Mijn vrouw die kijkt mee, maar... Wacht even. Anita, ik ben mis aan de telefoon. Ja, ik probeer ze te bellen aan de telefoon, maar je moet even wachten, joh. Die computer is helemaal naar kloten. Sorry, hoor. Ja, ik ben er weer. Geen probleem. Meneer Peter, we gaan het probleem voor u oplossen. Sorry voor de taalgebruik. Mijn vrouw, die zit de hele dag ze hier in de broek te schijten en dan... Ja, joh. Nee, ik begrijp het. Ik heb er geschreven www.win. Kan u dit wel oplossen, meneer? Moet ik niet een nieuwe computer verkopen? Nee. Ik ga het voor u regelen, meneer. Oké, top, man. Top. Je bent echt een goede gozer, joh. Dank u wel, meneer Peter. Ja, ik heb iets met TeamViewer. Ja, klopt. Ja, perfect. Klopt. Klik maar op TeamViewer, alstublieft. Is het gedownload? Ja, ik heb nu TeamViewer, staat hallo, remote, tell your partner, er staan gewoon wat dingen in Engels. Ik heb ook een idee,
Meneer? Hallo? Hallo, meneer? Nou, waarom heeft die Waarom heeft die opgehangen? Waarom heeft die opgehangen? Zei ik iets fout? Ik heb niks fout gezegd. Echt niet. Waarom hing hij op? Ik bel ze nog even een keer terug. Ik denk dat ze mijn telefoonnummer hebben of zo. Ah, jongens, wat jammer. Wat fucking jammer. Ja, ze hebben mij denk ik toegevoegd aan bepaalde shit of zo dat ik ze niet meer kan bellen. Nee, ze hebben dus... Volgens mij hebben zij dus hun nummer veranderd, want ik krijg ze niet meer te pakken. We doen ons weer even voor als een opa die geen ene reet weet. Ik sta derde in de hoerenwachtrij. Ik bedoel, alleen al beseffen dat er 3 mensen in de wachtrij staan om genaaid te worden, doet me al pijn. Hier begon het mee dat ik al die motherfuckers ging bellen. Oh, wacht, ik heb een ander nummer. Hallo? Thank you for calling Certified CCW. My name is Anya. How can I help you? Hello, Anya. My name is John. I want to have some help. I got some errors on my computer. Are you not from Microsoft Support? Microsoft Support? No, sir. This is for your certificates and permit for gun license. Gun license? I want a license. Okay. Did you go online and take the test? Yes, I did. All right, listen up. What is your name? Sonia. Sonia. Okay, wait. I will give my grandson, all right? Hi, this is John. Can you speak with him and see what exactly was he calling in for? Well, he had like a Microsoft, he had an error. So your number was showing on the screen. Modox, oké. Ze is geen Microsoft scammer, maar deze chick zegt dus dat als ik op deze website shit betaal en zo, dan kan ik zomaar een gun dragen. Wat is dit bullshit? Modox, 5 vragen en ik kan een gun krijgen. Dit is een certificaat van een gun. Dit is bullshit. Oh shit, it says download certificate. Let me click on that. Can I shoot with my pick as well? After this? I'm sorry? With my pick. I'm not sure what you're saying. No, but I got a new gun. It states, I bought it yesterday. It says Raidgat. Do you know it? Okay. I haven't heard of it. Are you sure that the certificate is, like, good? It is good, sir. Why you lying, woman? I'm sorry? Why are you lying? How do I get certified in 30 minutes with this stuff? As long as you take the test, I mean, if you answer the questions right. Is this legit? I'm so sorry. Is this really legit? Yes, sir. It has to go through the Virginia State Police to be certified. All right, I'm so sorry, ma'am. I thought it was like a fake because the questions are so easy. Everyone can do this. Yeah, well. All right. I will investigate and maybe call you later, all right? All right. Thanks for calling Certified CCW. You have a great day. All right. Thank you so much. Bye-bye. Ik voel me tering schuldig, want ik weet nou niet zo goed of het echt of nep is. Maar het kan toch niet? Ik kan toch niet zo makkelijk vragen beantwoorden en dan een of ander certificaat krijgen waarmee ik dus naar een plek kan om daar dus gun shit te gaan leren of zo. Want volgens mij is dat wel wat je hier krijgt. Qualify online for your concealed carry permit. Ik denk niet dat dit echt is. Nee, man. Nee. Fuck dat. Oké, Morog. Zoals jullie weer zien, de beelden die switchen heen en weer. I'm sorry, omdat dit natuurlijk een video is die in 2 delen is opgenomen. Dat is af en toe wel lastig om deze serie op te nemen. Maar het is weer gelukt. Ik moet wat meer vooronderzoek doen. Wil ik shit gaan fixen, you know? Want de reden is dat het soms lastig is om bepaalde mensen te bereiken. Ik ga ook programmaatjes proberen op te zetten op een computer, zodat ik gewoon mijn PC kan gebruiken. We gaan het zien, man. Vond jij dit een tof video? Gooi een duimpje omhoog, abonneer op mijn broeder. En dan zie ik jou bij de volgende video. Want we gaan uiteraard door met dit avontuur. We gaan uiteraard door. En we stoppen niet. Want ik heb er zin in. We zitten er pas net in. Pas net. De deuren die openen zich voor ons. En we gaan ze allemaal intrappen, motherfuckers. Join een broeder met dit avontuur. Ik zie jullie bij de volgende video. Dankjewel voor de support.